Vrienden, hier is de strandwachter weer even. Ja, niet om met het vingertje te wijzen hoor. Nee, gewoon. De strandwachter is er altijd om te waarschuwen. En om een vriendelijk advies te geven. Daar is eigenlijk de strandwachter voor. Wat hebben we nou de afgelopen dagen hebben we gezien? Het kabinet heeft gezegd, nou we gaan een beetje versoepelen. Dus een terrasje open, iets meer in de winkeltjes, avondklok weg. Dat heeft het kabinet gezegd. Maar wat zei het OMT tegelijkertijd? Die zeiden, niet doen. Het advies was, en het stond er ook bij geschreven, met klem, niet doen. Want we zijn nog niet zo ver in Nederland. Die versoepelingen kunnen eigenlijk nog niet. Dat was het advies. En nou heeft het kabinet altijd zijn oortjes laten hangen, ja, naar het OMT, maar nu niet. Nu zijn ze een beetje aan het stoer doen en kijk ons eens eventjes en we gaan gewoon maar een beetje gokken. Vol in het casino zitten ze, ze lopen op dat slappe koord over het ravijn. Er wordt enorm veel risico genomen. En waarom? Ja, om de boel een beetje rustig te houden in Nederland. Want iedereen roept dan, ja, ik ben ermee klaar met het corona. Ja, hè. Jongen, wat een mededeling. Nee, je bent de enige die ermee klaar is. Goh, wat exclusief. Fantastisch zeg. Wat wil je daar nou mee zeggen? Ik ben ermee klaar met corona. Corona is nooit klaar met ons. En trouwens, iedereen is er natuurlijk helemaal heel erg klaar mee. Ja, en ik ook. Maar ja, we moeten nog even door. We moeten nog even verder. En nou hebben we dus deze risicovolle situatie. Want wat hebben we nu? De ziekenhuizen die zitten dus tot hun haargrens zitten ze vol met patiënten. Ja, die weten het niet meer. Geen idee. Waar moeten we die patiënten nog leggen? Het personeel kan het niet meer aan. En intussen gaat Nederland een beetje versoepelen. Dus het is dit jongens. Het is... Pff, wat is hier wijsheid? Ja, zeg het dan maar. Ja. Maar ik zie dat gewoon, ik zit gewoon op een strandstoel en ik kijk en ik denk, poeh, waar moet dat heen? Want wat hebben we gezien rond Pasen? Ja, toen ging iedereen een beetje hola die ho, leuk bij elkaar. En 2, 3 weken later komt dan die ober voorbij en die komt afrekenen. En dat is nu. En als we dat nu vanaf woensdag, en noem het verder maar op, weer gaan doen. En we gaan weer leuk bij elkaar zitten overal. En we gaan zonder avondklok gaan we leuk overal met elkaar feestjes vieren. En we gaan op de terrassen en noem het allemaal maar op. Toch te dicht bij elkaar. En leuk elkaar een beetje zitten huggen. En oh, het maakt allemaal niet meer uit. Dan komt die ober over 2, 3 weken weer langs. En dan krijgen we weer nieuwe maatregelen. En zo blijf je maar in die cirkel zitten. En zo schiet het maar nooit op. Dat is wat ik wil zeggen. En doe dat nou niet, want het is niet voor niks dat die Gommers gisteravond nog zegt van nou, wat mij betreft gaan die versoepelingen gewoon helemaal niet door. Want we zijn nog niet zo ver. Dus hou dat nou in je achterhoofd. En wat je nu krijgt is, en waar we aan toe zijn, Nederland krijgt een vinger. Maar pak nou niet die hele hand. Doe dat nou niet. Ga hier nou verstandig mee om met die ene vinger. Wees daar nou blij mee. Geniet van je terras. Geniet een beetje van je geen avondklok. En ga daar nou heel verstandig en slim mee om. Dat is het. Dat is wat ik wil zeggen. Dus vrienden, nogmaals. Pak niet die hele hand. Nee. Alleen die ene vinger.